wedstrijd heeft gesloten, was Rudy Kobas nog frankenvrij in zijn voorbereiding. Kampioen, 34 jaar oud, die de Europese titel 4 jaar in zijn bezit heeft. Rudy, die laatste dagen voor zo'n partij, het succes verdedigd. Wat doe je dan? Dan kan het niet meer voluit gaan natuurlijk. Nee, nog een beetje losmaken en een beetje zweten. Een beetje schaduwboksen, een beetje licht op de handen slaan, een beetje tafeltennis en het licht op de zak. Dat is het enige wat ik nog doe de laatste 3-4 dagen. Beweegt hij hem over? Ja, 4 handen. De sparringspartner van Koopmans met de lengte van Blanchard is inmiddels naar huis. En in het trainingskamp is Koopmans overgebleven met zijn West-Duitse trainer Dakke. Met zijn conditietrainer en met deze maat hier in de ring, de kickbokser Hans Lip van der Meer. Koopmans die kijkt al 2 jaar uit naar de komst van de 10 jaar jongere Blanchard. En hij heeft die Amsterdammer lafheid geweten, maar hij waardeert ook zijn snelheid en zijn technische mogelijkheden. Bokser als Koopmans heeft voordeel aan de kennis die oud-wereldkampioen Dagge heeft. Dat is nu zijn trainer in de hoek. Samen hebben zij een tactisch plan uiteraard voor morgenavond. Beweegt hij veel, ze vindt hij hem overkörper, richtig extreem. Du hast einen größeren Gegner, du machst dich klein und bewegst dich. Aus der Hüfte, richtig, so ist gut. Ja, so ist gut. So eine Maidbewegung bisher, laufen. Ob du schwingst oder nicht, du musst mit dem Oberkörper immer in Bewegung sein. Rudy, hoe belangrijk is nou een trainer voor jou bij zo'n voorbereiding op een titelgevecht? Je hebt Dakke uit West-Duitsland. Nou, een trainer is heel erg belangrijk, want een bokstrainer is één. Kijk, als je een goede trainer hebt, dan ben je helemaal ingesteld op de trainer. En je hoort ook alles wat hij zegt uit de hoek, zeg maar, tussen de rondes door. En ook als je in het boksen bent, dan hoor je hem ook. Want kijk, die trainer, die heeft een stem, dat moet zo bekend in je oren klinken, die moet je altijd horen. Dus zeg maar, het hoort gewoon een combinatie te wezen van 2 met 1. Dakke staat hier zelf in de ring, maar hij kan niet zo gek voor meer hebben. Hij speelt een schouderblessurepakje, dat wordt straks wel duidelijk, wanneer die Koopmans even wat feller is. Koopmans moet dus bewegelijk zijn tegen die langere tegenstander die hij morgen krijgt. Kijk hier. Het boksen, dat is natuurlijk ja, een goede pit hebben, dat is leuk en aardig, maar dat is ook kijken, dat is ook zien, dat is alles weten. Ja, boksen, dat is niet alleen slaan en zoveel, het is kijken, ontwijken, uitdelen. Ja, de ene slaat er nog eenmaal harder dan de ander. Het is niet alleen fysieke kracht. Er komt veel meer bij kijken natuurlijk. Vooral als je in de top staat. Ja, hij staat nog aan de top. Morgen verdedigt hij zijn titel. Maar er is zeer veel altijd te doen om een bokser aan de top om het geld dat hij verdient.